fijne van jou al. Dat ik eigenlijk zeker weet dat ik niet anders op dit soort dingen kom, niet op dit soort ideeën. Ik zie God nu. Ik ben God aan het filmen. Ik ben wel diep onder de indruk van hoe dat dan gaat. Het is meer een soort gruwelijke wereldondergang als je dit ziet hier. Kijk, als er een godsbesef moet zijn, dan denk ik dat je op dit soort momenten... Ja, dan moet je even meekijken op mijn schermpjes. Niet me aanraken hoor, anders schuurt het. Ja, prachtig. Dit is gewoon een kolkende oerknal. Ja. Oh, jij maakt het al een stukje erger, maar dit is wel heel mooi zeg. Het leven is heel erg. Dit is een zware depressie hoor, dat ik niet film. Zie je dat? Als ik dan zeg dat je vanavond bloemkool met kaashuis krijgt, is het dan nog zo depressie? Is het nou, hoe noemen ze het, een zonsondergang of een zonsverduistering? Of? Het is bijna 4:30, dus ik denk dat die bijna ondergaat al. De dagen lengen toch een beetje. Want... Dat is ook mooi, hè? God, is dat mooi, hè? Het is toch maar fijn dat ik film en niet schilder. Het is moeilijk te schilderen, dit. Ik heb alleen de verkeerde camera bij me. Waarom? Die andere doet stop motion. Kan ik van die levende, kan ik zo... Dit had ik met die andere moeten doen. Maar met die grote had ik dit niet kunnen doen, want die is... Nee, had je dan met die kleine willen doen? Nou, die ene met die stop motion. Dit ziet er ook heel mooi uit. Ik wil, vanavond wil ik ook nog even wat van gisteren terug zien. Alles is een voorwoord in het boekje. Ik hoef helemaal geen voorwoord meer te zetten. Dit is het allemaal. De kunst is... Het is echt heel mooi dat wij dit echt beleven nu, maar... De kunst is om dat over te brengen in iemand die daar driehoog achter zit te Facebooken en de tv aan heeft en tegelijkertijd zit te poepen en te bellen. Ja, ik ga er ook over schrijven. Ik vind het echt dat het moet alleen zijn om te kunnen schrijven. Hoeveel condities je jezelf soms oplegt, hè? Hoe je in dat gevangen zit in je eigen dogma. Je kan ook niet te veel tegelijk veranderen, hè?